Je zien. Afgelopen vrijdag een uh, belangrijke overwinning, denk ik. Ja, zeker. Uh, goed om de tweede periode zo te starten, denk ik, met drie punten. Dus. En dan mogen we morgen wel weer. Ja, heerlijk. De programma. En lekker is dat er is zoveel mogelijk wedstrijden spelen. En, uh, en nu hebben we een, uh, ja, nu weer een wedstrijd morgen. En dan uh, kunnen we vrijdag weer gelijk aan de bak. Maar nu morgen is het uh, ons best doen. Wat vond je zelf van de afgelopen wedstrijd? Ja, ik denk dat het wel gewoon qua resultaat sowieso goed hè? Drie punten zijn nu voor ons gewoon het belangrijkst. Nou, een grote gedeelte, gedeelte is ook gewoon goed gespeeld. Alleen uh, nou, over het algemeen uh, wel gewoon blij met de drie punten. In de laatste fase, met name het laatste kwartier, was het, even, was het even billen knijpen. Voelde jij dat ook zo? Ja, dat, is, dat was natuurlijk wel zo. We gingen natuurlijk heel erg uh, ja, gingen lange ballen spelen. Er gingen ook ja, alles of niets spelen. En dan word je een beetje terug, uh, ja, terug, uh, ja, teruggetrokken, zeg maar. Maar ik denk dat we het uh, goed hebben opgepakt. Nick die nog een paar goede ballen pakt. Een keer goed uitkomt, dat geeft ook een beetje rust. En ja, als je in de achter gaat staan, dan uh, zijn wij onverslaanbaar. Je was een aantal keer uh, dicht bij je, je eerste goal. Is dat ook iets waar je echt mee bezig bent? Ja, nee, je hoort het wel natuurlijk wel regelmatig voorbij komen, ook in mijn eigen omgeving. Nee, je probeert natuurlijk wel gewoon je best te doen om, om hem erin te tikken. Nu wordt hij van de lijn afgehaald. Maar ik denk als ik uh, zo door blijf gaan, dat hij wel een keer gaat vallen. Ja. Hoe maak jij ze het liefst? Uh, wel, liever echt een schot, zeg maar, gewoon een schot, maar ik denk. Als het een kopballetje is of een intikketje, dat teken ik ook voor. Dus. Morgen gaan we richting Volendam. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ik denk twee ploegen die um, ja, bovenin mee gaan doen. Um, die uh, ambities hebben. Dus uh, ik denk dat het een leuke wedstrijd gaat worden. Ik denk allebei die goed kunnen voetballen ook. Dus uh, ik denk dat uh, ja, wij gaan er gewoon naartoe om de drie punten te pakken. En uh, hun ook. Dus ik denk dat wij uh, aan het langste eind gaan trekken. Is dat een zekerheid of is het nog een vraag? Nou, we gaan er alles aan doen om, om die drie punten te pakken. En uh, dat... Uh, Gaan wij ons uh, ja, volledig voor voorbereiden? Het is natuurlijk vrij kort op elkaar. Je gaf net al aan dat het prettig is. Is het wel uh, genoeg zeg maar, om je optimaal voor te bereiden op ja, toch waarschijnlijk weer een zware wedstrijd? Ja, ik denk het wel. Ja, in principe wel. Hè. We zijn natuurlijk topsporters, dus uh, dan moeten we er gewoon weer gaan staan. En uh, nou, ik denk dat we goed nu twee dagen even, uh, goed hebben kunnen trainen en dat we dan morgen alweer klaar voor zijn. Krijg je dan een USB-stickje mee om beelden te kijken of doen we dat ook gewoon uh, morgen? Nee, we, we, hebben, we zijn er al mee bezig geweest eigenlijk al de afgelopen ja, na de wedstrijd al dan uh, schakelen we de volgende dag eigenlijk een beetje richting Volendam, kijken we een beetje dingen. Nou vandaag ook weer besproken, dus we zijn er al volop mee bezig. Hopelijk morgen drie punten en jouw eerste goal. Ja, zeker weten.